Hartelijk welkom bij deze themasessie getiteld Voorspellende Gaven. Die gaat over het maken van prognoses in de afvalwaterketen. In deze sessie ga ik met verschillende collega's uit de watersector in gesprek over het belang en de toekomst van prognoses maken. Mijn naam is Emiel Hartman en ik ben senior beleidsadviseur bij Waterschap Vallei en Veluwe. En ben ook lid van het regieteam van de Community of Practice van de afvalwaterprognoses, waar deze sessie ook uit is ontstaan. En ik heb heel de grote eer om vandaag jullie gespreksleider te zijn. In de Teams-omgeving van deze sessie staat ook een heel leuk filmpje vanuit het regieteam, waarin het regieteamleden wat meer vertellen over wat afvalwaterprognoses zijn, wat je daarmee kan. Dus als je na afloop van deze sessie nog meer wil weten, kan je daar ook dus nog wat nakijken. Bij het voorspellen van het afvalwateraanbod spelen heel veel aspecten een rol. Maar hoe goed zijn nu onze voorspellende gaven en hoe goed moeten we en kunnen we daarin worden? Nou, daarover ga ik in gesprek in een aantal blokken met gasten om te kijken van wat zijn daarop de antwoorden. En jullie thuis kunnen meedoen. Mijn co-host vandaag is Kees Broks van de STOA. En hij houdt de chat in de gaten. Dus als jullie vragen, opmerkingen, suggesties hebben, plaats ze in de chat. En wellicht komt jouw vraag dan ook aan de orde in het gesprek. De sessie zal worden opgenomen en bewerkt voordat die publiek beschikbaar wordt. En nou ja, daar zal verder duidelijkheid over komen waar die te vinden is. We gaan het niet alleen zenden, maar we gaan jullie ook actief maken. Want ter inleiding op elk gespreksblokje hebben we een aantal vragen voor jullie, waarbij we gebruik maken van de Mentimeter. Die vragen zijn bedoeld om jullie te prikkelen en om jullie een beeld te laten vormen over het onderwerp waar we het vanmiddag over gaan hebben. Het gaat niet over het perfecte antwoord. Het gaat meer om feitenkennis. Soms gaat het over concrete feiten, de facts waar we het vandaag over hebben. Maar soms ook over die onderbuik, waar ook een belangrijke factor in is. Dus pak alvast de Mentimeter erbij. Dan kunnen we daarmee straks aan de slag gaan. Ik zal straks de code met jullie delen. Die komt ook in de chat te staan om dat te openen. Het eerste gespreksblok waar we vanmiddag mee aan de slag willen gaan, gaat over het omgaan met onzekerheid in investeringsbeslissingen. En daartoe ga ik straks in gesprek met Rudy Gerard, Henry van Veldhuizen en Atteman. Want middels prognoses voorspellen we de kwaliteit en de kwantiteit van het afvalwater wat op een zuivering aan gaat komen. En dat hebben we nodig voor het ontwerp van een zuivering en dus ook om de investeringsbeslissingen goed te kunnen maken. De installaties zijn kostbaar en bouwen we voor meerdere jaren, 10, 20, 30, 60. Dus de belangen zijn groot. En zoals we ook allemaal weten, is voorspellen heel erg lastig en gaat dus gepaard met onzekerheid. Dus de vraag is straks is van hoe gaan we nou om met die onzekerheid? Nou, voordat ik daar dus in gesprek over ga met deze heren, gaan we eerst jullie wat vragen stellen via de Menti. Dus bij deze de vraag of jullie naar menti.com kunnen gaan op je mobiel. Of de app openen van de Mentimeter, dat werkt ook heel fijn. En dan kan je de code invoeren 3102506. Dat is dus 3102506. En dan wil ik de techniek vragen of ze de eerste vraag in beeld brengen. Want voor een eerste indruk wie jullie publiek zijn, wie we als publiek hebben. Eventjes een vraagje van bij welke organisatie ben je werkzaam? Want dat geeft ook wel een beeld straks als we de antwoorden op de andere vragen krijgen. Dus ik ben benieuwd wie er allemaal in de zaal zit, in de virtuele zaal.
Kijk, de waterschappen zijn al flink vertegenwoordigd. Dat kan ook haast niet anders natuurlijk, omdat dit ook vanuit de STOA is gedaan. Adviesbureau is aanwezig, een kennisstelling. Ook iemand anders, dat is dan ook wel altijd wel boeiend wie dat dan is. Even kijken, de tellingen komen nog binnen. Oké. Nou, dat is een dominant aantal over uit het waterschap. Ik had eigenlijk gehoopt dat ook nog wel gemeente mensen, provincie mensen en ook drinkwaterbedrijven. Kijk, met dat ik het noem, is er ook iemand van de provincie aanwezig. Heel fijn. Nou, dat is mooi. Misschien druppelen er nog wel meer mensen binnen. Maar dit geeft een aardig beeld. Dan wil ik de tweede vraag aan jullie stellen. En die gaat dus over ons voorspellend vermogen. En dan met name hoe we het in het verleden hebben gedaan. En dan gaat het meer over de indruk die je hebt van hoe goed onze eigen voorspellingen waren 10 jaar geleden. Hè? Dus zaten die er een beetje naast? Of waren die precies goed? Of weet je dat helemaal niet? Dus de vraag is, als je kijkt naar het huidige afwateraanbod en je vergelijkt dat met wat we dachten dat het 10 jaar geleden zou zijn, heden te dagen, wat denk je dan? Is dat conform voorspeld? Is dat hoger of lager? Of weet je dat eerlijk gezegd niet? Kijk, en daar ontstaat ook een wisselend beeld in. Sommigen zeggen, we denken dat het hoger is, dat het lager is. Er is zelfs iemand die denkt van, nou, we hebben dat zo goed voorspeld en 10 jaar geleden. Dat is precies ook zo uitgekomen. Dat is heel knap, moet ik zeggen. Maar dat kan natuurlijk, als je dat verwacht en ook ziet in de dingen. Maar ook een heleboel weten dat niet. En misschien is dat ook wel juist de reden dat het zo goed is om over dit na te denken. Van hoe goed zijn onze voorspellingen nou? Dus hebben we daar wel besef van? En als we dat niet weten, wat betekent dat dan? En daarover gaat ook weer de volgende vraag. En dat is een beetje een prikkelende vraag over het dilemma van onzekerheid bij investeringsbeslissingen. En hierbij gaat het veel meer over die onderbuik. Want ik ga niet een hele concrete case voorleggen, zodat jullie kunnen beredeneren wat het meest logische antwoord zou zijn. Maar stel je voor, je bent directeur of heemraad bij een waterschap en je moet een beslissingsbesluit nemen. Een besluit nemen over een investering. Hoe ga je dan om met die onzekerheid? Wat is erger? Veel meer investeren dan achteraf nodig bleek te zijn, of de effluentnorm niet halen omdat er te weinig geïnvesteerd is, omdat je een te krappe zuivering hebt gebouwd, omdat dat voordeliger was, maar dat je dan toch je effluentnorm niet haalt. Kijk, daar is wel een overweldigende meerderheid is daar van mening dat het toch uiteindelijk erger is om de effluentnorm niet te halen. En dat het in die zin dus niet zo erg is om veel meer te hebben geïnvesteerd dan achteraf nodig bleek te zijn. Nou, we gaan straks in het gesprek met enkele vakmannen uit het wereldje ook daar eens over reflecteren, hoe zij daar tegenaan kijken. Want ik ga nu in gesprek met Rudy Gerard. En wat mij betreft mogen de panelleden erbij komen. Hartelijk welkom allemaal. We hebben Rudy Gerard in ons midden. Rudy is directeur bij het waterschap Rijn en IJssel. En in die functie onder meer eindverantwoordelijk voor de waterketen en het watersysteem en de digitalisering. Rudy, heel welkom. Fijn dat je er bent. Rudy is ook voorzitter van de programmacommissie Waterketen bij de STOA. Dus in die zin breed ingewijd in het hele waterketenwereldje en ook alle besluiten, dingen die daarbij komen kijken. Aan tafel ook Henry van Veldhuizen van Waterschap Vallei Veluwe. Henry is programmamanager van het programma Wonen en Zuiveren, maar is ook begonnen als technoloog en ontwerper. Dus hij kent in die zin de vele kanten van de medaille. Dus zowel aan de ontwerpende kant als ook aan de besluitvormende kant. En tot slot hebben we ook Ad de Man in ons midden. Hij is strategisch adviseur bij waterleidingbedrijf, waterschapsbedrijf Limburg. En
heeft ook veel van doen met het ontwerp van installaties. Dus hij kan ook ons meenemen in, nou ja, wat zijn nou bepalende factoren bij dat ontwerpen. Dus heren, welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Rudy, in mijn inleiding gaf ik aan dat de belangen groot zijn in de afvalwaterketen. Dat gaat met ettelijke miljoenen gepaard. En die onzekerheid heeft er altijd wel een rol gespeeld. Dan kan jij aangeven hoe in het verleden die onzekerheid een factor is geweest in het nemen van dat soort investeringsbeslissingen. Zowel op de directietafel als op de bestuurstafel. Ja hoor, nou, in ieder geval leuk voor de uitnodiging dat ik hier aanwezig mag zijn vanmiddag. Ik denk die onzekerheid is denk ik van alle tijd. In het verleden bij ons gebied, een zuivering nieuwgraaf, die hebben we eigenlijk met de inzichten van nu veel te groot ontworpen. Omdat we prognoses hadden in het verleden dat Arnhem een aantal wijken zou aanleggen die nooit zijn aangelegd. Een aantal industrieën die elders zijn gaan lozen. Dus ja, dan zit je met een zuivering die te groot is. Nou, maar ook wel voorbeelden van een gemaal bij een industrieterrein in Groenlo. En dan ben je net klaar en dan komt er een slachterij die zich daar gaat vestigen. Dus ik denk prognoses zijn gewoon heel belangrijk om je werk gewoon goed te kunnen doen. En tegelijkertijd is het van iedere tijd, denk ik, dat ja, die prognoses die hebben een onzekerheid. En nou, misschien is het wel een wetmatigheid dat de prognoses, dat het de praktijk altijd anders gaat dan de prognoses. Ja. En daar heb je gewoon mee te dealen als, ik denk als techneut, als beleidsbepaler, maar ook als directie en waterschap. Dus dat is denk ik onderdeel van ons vak, dat hoort er gewoon bij. Ja, was bij de besluitvorming voor jullie helder wat de onzekerheidsmarge was? Of was dat eigenlijk niet een goed gegeven? Ja, ik denk dat het maatschappelijk, dat we wat in een schuivende werkelijkheid zitten. Ik denk dat we 20 jaar geleden misschien wel heel goed konden berekenen op basis van prognoses wat het moest zijn. En dan gingen we het ook gewoon bouwen voor 30, 40 jaar. En inmiddels weten we gewoon dat de wereld niet zo maakbaar is. Dat het altijd net iets anders gaat dan we verwachten. We zien een enorme ontwikkeling in de technologie, digitalisering. Maar ook in de vraagstukken om grondstoffen terug te winnen. Maar ook bedrijven die in de samenstelling van VE's hele andere stoffen leveren. Er komen geloof ik iedere dag 150 nieuwe stoffen bij. Dus de werkelijkheid die wordt zo complex en dynamisch dat het een gegeven is dat wij de onzekerheid, dat die groter wordt. En het is dus de uitdaging denk ik om die onzekerheden goed te benoemen en in beeld te brengen. En toch op basis van de onzekerheden wat we hebben, toch ja, de juiste besluiten te nemen. Dus ja. Dat is denk ik de spanning ja. Waarin we in deze tijd in zitten. Ja. Henry, ik denk dat die onzekerheid en dat beeld wat Rudy schetst herkenbaar is. Ook voor jou als programmamanager. Wat is jouw verwachting van prognoses als je je collega's ook opdrachten geeft om ontwerpen te maken en zo? Hoe nauwkeurig verwacht jij dat zo'n afvalprognose moet zijn? En zie je ook in het verleden daar, wat Rudy ook een beetje schetst, een verandering in ten opzichte van verleden, heden en toekomst? Nou, dankjewel Emiel. Mijn beeld is dat we inderdaad in het verleden vaak vrij ruim voorspelden. Ook vrij ruim gingen zitten in het ontwerp van zuiveringen met het idee van nou, we blijven toch groeien. Dus laten we maar zorgen dat we niet te krap zitten. De afgelopen jaren zijn we, als het gaat om investeringen, zijn we daar wat scherper op gaan zeilen. Dus wij hebben zelfs in onze lange termijnvisie als Waterschap Vallei en Veluwe in 2000, even uit mijn hoofd, een jaar of 8 geleden hebben wij opgeschreven van we gaan onze zuiveringen hydraulisch niet meer uitbreiden. Dat we vanuit gingen dat extra toevoer gecompenseerd kon worden door afkoppelen van regenwater. Maar dat hebben we niet alleen in de waterlijn gedaan, maar ook in de sliplijnen. Dus kijk ook maar naar de energiefabrieken, hè, waar we het uiterste gepest hebben zeg maar, uit onze installaties. Dus langzamerhand komen we er ook wel achter dat als je te scherp aan de wind gaat zeilen, dat je ook wel steeds kwetsbaarder wordt. Dus er zit een balans tussen enerzijds, je moet volgens mij wel goed weten wat je kan verwachten voor zover je dat kan weten. En daar lopen we denk ik wel
wat achter. Dus daarom ben ik wel blij met deze community of practice die kijkt, kunnen we dat slimmer en sneller bijstellen. Ja. Maar goed, als je naar de planningshorizon kijkt, dan is toch wel tenminste 15 jaar moet je toch wel enigszins een verwachting kunnen uitspreken. Omdat je ook vaak investeringen voor, ja, zelfs langer dan dat doet. Maar goed, nog langer dan dat is wel heel, heel erg veel. En als ik nu ook even kijk naar de versterkingsstrategie, bedacht ik, die gaat al over de komende 20 jaar. Dus ja, de plannen bij de provincie worden al wel voor die termijn gemaakt. Dus daar zou je tenminste toch rekening mee kunnen houden. Ja, ja, ja. Nou, als jij bent werkzaam bij waterschapsbedrijf Limburg. En dat is denk ik ook wel een regio waar inmiddels het element van krimp aan de orde is. In hoeverre beïnvloedt dat, zeg maar, jullie keuzes ook over de toekomstinvesteringen? Want dat is toch wel een hele andere dynamiek. Hè? We hoorden Rudy en Henry ook zeggen van, nou ja, als we in het verleden een beetje te groot bouwden, dat is misschien een beetje jammer, maar goed, dat wordt in de loop van de jaren wel opgevuld, want het aanbod blijft toch wel groeien. Maar dat gaat de komende decennia natuurlijk wel veranderen. En in sommige streken is dat al aan de orde. Hoe heeft dat bij jullie impact? Ja, nou inderdaad. Wat je bij ons ziet in het Zuidoost-Limburg, in het uiterste zuiden, daar zie je dus inderdaad enige krimp. Maar toch voor de rest van de zuiveringen geldt eigenlijk, voor de rest van de gebieden geldt eigenlijk een standstill tot zelfs een klein beetje groei. Mm. Dus het is erg ook lokaal wat er gebeurt. En op dit moment is het zo dat wij daar, daar hebben we de zuiveringen liggen. Daar kunnen we eigenlijk op dit moment weinig mee. Maar we hebben wel op dit moment, vanuit WBL hebben we onze gedachten daarover, dat wij op een andere manier de zuiveringen willen gaan bouwen. Om in ieder geval in te kunnen spelen op veranderingen in samenstelling en veranderingen in techniek en veranderingen in aanbod en hydraulisch. Hè. Dat is, wij hebben dus eigenlijk dat modulaire zuiveringssysteem ontwikkeld. Mm-hmm. Hè. 10 jaar geleden, daar zijn we mee gestart. En met dat modulaire systeem denken wij een antwoord te kunnen geven op veranderingen in aanbod en ook veranderingen in effluent eisen. Ja. Hoe lang zijn jullie daar al mee bezig? Vanaf 2011. Ja. Ja, daar zijn we al mee bezig. Ja. Kregen we een keer een opdracht van de directeur die zegt van, stel er was niets, hè, wat zou je dan eigenlijk bouwen? Ja, ja. Want waar we eigenlijk tegenaan liepen is dat wij, als wij zuiveringen gingen aanpassen aan veranderende belastingen of aan eisen, dan borduurden wij eigenlijk altijd voort op het bestaande. Mm-hmm. Dus wat je ging doen is eigenlijk het bestaande zoveel mogelijk handhaven en er iets bij plakken. Dat betekent dat je eigenlijk aan het suboptimaliseren bent. Dus het hart van de installatie verander je niet, maar je bent wat cosmetisch aan het doen. Nou, en toen werd de vraag gesteld, als je nou helemaal opnieuw, en toen kwamen we eruit van, ja, je zou eigenlijk, wat bij de industrie al heel normaal is, modulair moeten gaan bouwen. Zodat je veel makkelijker kunt afschalen en opschalen en ook nieuwe technieken kunt inpassen. Dus ja, dat is eigenlijk onze filosofie. En inmiddels zijn we al zover dat we hebben in ieder geval 2 zuiveringen eigenlijk al volgens dat modulaire systeem, dat Verdigo systeem, gebouwd. En er komen er dit jaar nog 2 bij. Dus zetten we dus ook door. Ja. Ja, ja, heel mooi. Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn, Rudy, met dat modulaire benadering? Om ook wat meer wendbaar te zijn richting toekomst? Ja, zeker. Het is heel herkenbaar. Kijk, er komt in de, wat ik net al zei, in de techniek heel veel innovaties. In de digitalisering veel innovaties. Maar ook aan de effluent kant. Die eisen die gesteld worden, die worden heel snel aangescherpt. We kennen ook allemaal de discussie nu over medicijnresten verwijderen. Overige stoffen die we moeten verwijderen. Maar ook de eisen die vanuit de KRW gesteld worden aan die zuiveringen. Bij ons in het oosten van het land droogteproblematiek. Dus we hebben nu discussie van, joh, kunnen wij niet links en rechts water uit het rioolstelsel halen en lokaal zuiveren om het weer in het gebied her te gebruiken. Dat hadden we 5 jaar geleden niet kunnen bedenken. En nu zijn we concreet bezig met casuïstiek om te kijken of het mogelijk is. En dat betekent gewoon dat je niet meer voor 30 jaar kunt bouwen.
Onze zuiveringen in de techniek die gaan 30 jaar mee, maar financieel technisch worden ze ook in 30 jaar afgeschreven. Ja. Als je nog maar dan 5 jaar later of 10 jaar later naar een andere techniek toe moet, ja, dan moet je nog 20 jaar afschrijving regelen. Dus, ja, dus we zullen zowel in de techniek, ook financieel, naar kortere doorlooptijden moeten. Ja, en dan is het modulair bouwen, die wendbaarheid, die wordt heel belangrijk. Ja, en heel concreet, we zijn op dit moment ook bezig om te kijken of wij aansluiting kunnen zoeken bij het concept van Limburg, het Vertico-concept. Het is daar al goed uitgevonden en het werkt. Een aantal andere waterschappen die sluiten daar ook bij aan. Dus wij zijn op dit moment ook aan het kijken van, hey, kunnen wij daarbij aansluiten? Want het modulair bouwen, dat heeft in onze optiek toch wel de toekomst. Nou goed, en Waterschap Verlijn Veluwe, Henry, is ook bezig met zo'n heel nieuw concept, hè, de Waterfabriek Willep, waarbij hele andere technologieën worden aangelegd en ook technologie die zich ook wel lenen om modulair, zeg maar, in te zetten. Maar ook technieken, en dat gaf je in het vorige gesprek ook aan, waarmee je meer decentraal aan de slag zou kunnen gaan. Hè. Dat decentraal zuiveren op klein wijksniveau, dat komt ook steeds meer in. In hoeverre speelt dat ook bij Verlijn Veluwe? En wat heeft die ontwikkeling ook voor een impact op het prognostiseren? Hè? Want als je zegt van nou, we gaan modulairder en wendbaarder zijn, dan komt dat die prognose misschien wat minder nauw. Maar een kleinschalige zuivering heeft weer zijn eigen dynamiek. Kan je ons daarin een stukje meenemen? Ja, dat is wel een mooie koppeling. Want wij zijn ook aangesloten, hè, bij Limburg, bij het Vertico-concept. Dus daar ontwikkel ik ook mee. En wij bouwen ook daar een zuivering voor in Terwolde. Tegelijkertijd zijn we inderdaad met de Waterfabriek-concept bezig in Wilp. En wat daar heel erg opvalt, dat je echt met heel andere techniek te maken hebt. Veel minder civiel, veel meer werktuigbouwkundig en elektrotechnisch. Maar veel meer werktuigbouwkundig. En daar zie je dat de industrie, hè, want daar werken we dan mee samen, daar ook al veel verder in is. Dus dat die ook veel makkelijker, zeg maar, zegt van als een apparaat niet werkt, dan vervang je dat even door een andere versie. En dan kijken we of dat we die oude versie ergens anders kunnen inzetten. Denk ook maar aan membranen, hè. Die kun je er gewoon uitpakken en andere erin zetten. Dus dat is daar al helemaal op ingericht. Het aardige is inderdaad dat je dat ook niet meer... dat je dat ook gewoon op de grond zet of in een hal en ook op een andere plek neer kunt zetten. En ik verwacht inderdaad dat we op termijn ook veel meer dan ook het idee van het wijkniveau zuiveren. En ook het antwoord op de droogte, hè, dat je daar ook echt iets mee kan. Dat je echt kan zeggen, je kunt per keer ook kijken van wat voor soort water hebben we nodig. Hè, willen we het lozen of willen we op de wateren of willen we het hergebruiken of infiltreren of wat ook. En dat je dan ook in je concept vrij makkelijk, zeg maar, dat kunt aanpassen. En ook op elke schaal. Dus dat biedt denk ik wel heel veel perspectief voor de toekomst om daar flexibeler mee om te kunnen gaan. En misschien wel minder afhankelijk te zijn van prognoses. Maar goed, dan moet je nog steeds wel weten van waar komt het water ongeveer vrij en hoeveel en de samenstelling enzovoort. Ja. Aan de andere kant denk ik van hoe kleiner schaal je ontwerp heeft, hoe minder speelruimte je ook hebt in fluctuaties in je aanbod. Hè? Dus aan de andere kant, hoe kleinschaliger, hoe preciezer misschien ook wel weer je voorspelling wordt voor zo'n type zuivering. Omdat je wat minder snel restcapaciteit hebt dan bij een grote. Tijd gaat hard. We moeten al een beetje richting afronding in dit blok. Ik wil graag nog wel even het element van bedrijfslozingen met jullie aanstippen. Want we zien in het aanbod van afvalwater de woningen, de huishoudens. Dat is met CBS-voorspellingen en dat soort dingen toch redelijk te prognostiseren. Maar die bedrijfslozingen zijn vaak veel lastiger, hè, om daar grip op te krijgen. Jullie hebben daar ook een strategie op ontwikkeld, hè? Hoe je nou met die bedrijfslozers goed zou moeten omgaan. Omdat die toch, ja, als een bedrijf aanhaakt of afhaakt, heeft dat enorme impact op het aanbod, op je zuivering en wat je daarmee zou moeten. Ja, Emiel, een strategie is misschien nog een groot woord, hè? We zijn daar in strategisch ook mee bezig. Wat wij zien, hè, naast dat je, zeg maar, flinke fluctuaties kunt krijgen, omdat er bij wijze van spreken een bedrijf bij komt, hè, heb je ook te maken met dat die zuivering aan steeds strengere normen moet voldoen. Nou, en dat betekent dat die zuivering ook gevoeliger worden. En dat die gevoeliger worden ook voor
lozingen die er al waren vroeger, maar die toen op dat moment geen enkel probleem opleverden voor die zuiveringen. Dus eigenlijk wat wij willen is dat wij in contact willen komen met die bedrijven, veel actiever dan nu. En dat wij ook willen gaan kijken van hoe kunnen we de problematiek die wij hebben bij jullie eigenlijk al oplossen. Dus meer naar de bron toe om daar bijvoorbeeld in de vorm van een dienst aan te bieden. Of wij spreken dat je op een zuivering iets gaat bouwen zodanig dat wij niet last hebben van de stoffen die je eigenlijk daar bij de bron wil gaan verwijderen. Dus het is een strategie, maar die moeten we nog concreet maken. Ja. Ja, nou goed, Rudy, volgens mij jullie hebben al ook een BV opgericht, hè, die om een stuk dienstverlening richting bedrijfsleven te verzorgen. Jullie hebben daarin in feite ook al een soort strategie ontwikkeld hoe je met dat bedrijfsleven om wil gaan. Hoe kun je daar iets aan houden? Ja, kijk, nou ja, die BV, dat is ons bedrijf Waterstromen, die hebben we geloof ik al 20 jaar geleden in de markt gezet. Omdat we gewoon zien in de hele keten dat het soms handiger is om bij een bedrijf iets van een voorzuivering te gaan doen. Ja. En soms is het handiger en ook efficiënter om het gewoon op onze eigen zuivering te gaan doen. Dus wij zijn in de strategie wel heel erg bezig van, doe de dingen daar waar het in de keten het meest efficiënt is en het meest doelmatig. En als het op het bedrijf zelf is, dan moet je het daar gaan doen. En als het op onze zuivering efficiënter is, ja, dan doen we het liefst op onze eigen zuivering. Dus daar hebben we veel contact over met bedrijfsleven. En ik denk dat het, dat wil ik toch nog wel even zeggen, van, we hebben het over prognoses. Maar ik denk ook de real-time met sensors en nieuwe meettechnieken, het gewoon continu weten wat er onderweg is, wat er uit de bedrijven komt. Dus zicht hebben op de stoffen die eraan zitten te komen, dat gaat steeds belangrijker worden, omdat ook die eisen aan het effluent steeds belangrijker gaat worden en dat we ook grondstoffen willen terugwinnen. Dus prognoses is belangrijk, maar ook zicht op iedere druppel, hè, zoals we dat noemen, ook binnen de stoma is dat een term die veel gebruikt wordt. Nou, ik denk dat we ons daar echt op moeten gaan richten en de technische mogelijkheden die zijn er en die worden steeds uitgebreider. Dus prognoses is belangrijk, maar ook zicht op iedere druppel, 24/7. Ja, dat is denk ik toch wel de toekomst voor onze zuiveringswereld. Ja. Ik denk dat we straks in het blok 2 daar met Bert ook nog even verder op ingaan. Tot slot, Henry, als jij zo dit allemaal hoort en ook kijkt naar de toekomst, wat is jouw verwachting en behoefte dan als je het hebt over prognoses maken en grip krijgen op de afvalwaterketen? Ik denk, we hebben het natuurlijk in het algemeen over prognoses gehad, maar Rudy refereert er ook al aan. Het gaat natuurlijk ook om de samenstelling van je afvalwater. We hebben ook veel te maken met discrepantieproblematiek, dus dat komt er ook nog bij. Dus ik denk wel dat je behoefte hebt om juist inderdaad enerzijds een voorspelling te kunnen doen, maar ook real-time te kunnen volgen hoe dat zich ontwikkelt. En de digitalisering biedt ons die mogelijkheden. Als een gemeente een aanpassing doet in de prognoses of een bedrijf, zou dat eigenlijk direct door moeten kunnen komen vanuit de bron. Als je dat allemaal goed kan koppelen, dan kun je sneller denk ik dat inzicht hebben. Dus dat hoop ik dat dit wel oplevert. Ja. Super. Nou, dank jullie wel. Tijd is te kort, maar we moeten het hierbij laten voor dit blok. Hartelijk dank, Rudy, Henry en Ad, voor jullie interessante inbreng. Dan willen we nu overstappen naar het blok 2, waarin we verder doorpraten over het belang van betrouwbare prognoses. En waarin we ook gaan kijken hoe die afvalwaterketen nu in zijn context zit. Hè? Want op zo'n afvalwaterzuivering gebeuren er allerlei ingewikkelde processen die van veel parameters afhankelijk zijn. En dan kan je de vraag stellen van hoeveel zin heeft het dan om heel gedetailleerd te proberen te voorspellen wat op zo'n zuivering aankomt, als we geen eens goed weten wat er in die zuivering met die stoffen gebeurt, wat daarvan het effluent kwaliteit gaat worden, en vervolgens ook nog eens wat is dan de impact van dat effluent op je watersysteem, op je ecologie, op je ontvangend oppervlaktewater. En dat is dan nog alleen maar de zuivering. Maar voor die zuivering zit een heel afvalwaterstelsel met overstorten en randvoorzieningen. Ook daar vinden emissies plaats. Dus ja, uiteindelijk doen we het voor het milieu. En aan welke knoppen moet je dan draaien? En
waar moeten we goed blik op hebben? Nou, daar proberen we een beetje meer grip op te krijgen. En dat doen we straks met Wout Stapel, Bert Palsma en Wijnand Turkensteen. Ik zal ze straks verder introduceren. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we weer een paar Mentimeter-vragen aan jullie voorleggen. Dus pak de Mentimeter er weer bij. En herstart hem weer. Als het goed is, loopt hij nog door en kunnen jullie hem gewoon verder doen gaan. Want ik heb de volgende vraag voor jullie. En dat is meer een weetje om te kijken van hey, hoe goed snap je, heb je inzicht in de processen. Wat leidt nu tot een grotere vuilbelasting uit het voor het watersysteem, voor het ontvangend oppervlaktewater? Wat heeft daarop de grootste impact? Is dat 50% rioolvreemd water wat aankomt op een RWZI? En rioolvreemd water, dat is water wat we eigenlijk niet in de riolering willen hebben als water. Dus dan moet je denken aan oppervlaktewater wat eigenlijk vanuit het oppervlaktewater weer instroomt in de riolering. Of bronneringswater, wat bij vrijkomt als je grondwaterbemalingen doet. Of lekker riolering waar grondwater mee in de riolering komt. Dus dat soort water wat relatief schoon is, maar toch afgevoerd wordt. Of als je per huishouden een halve boterham voert aan de eendjes, dat is natuurlijk ook zuurstofvraag in je oppervlaktewater. Of 1% foutaansluitingen op een hemelwaterriool. Dus dat is een waterriool wat op zich regenwater zou moeten afvoeren, maar waar iemand per ongeluk zijn toilet of zijn wasmachine op heeft aangesloten. En dat qua vuilemissie. Nou, ik zie daar een boeiend beeld. Op zich denken de meeste mensen dat dus die foutaansluiting, ook al is het maar 1%, toch de grootste impact heeft op het watersysteem. Er zijn ook al heel wat mensen die inderdaad de eendjes voeren goed in het vizier hebben, want ook dat moeten we niet onderschatten. Maar het goede antwoord bij deze vraag is de laatste. Eigenlijk zijn alle deze drie factoren ongeveer even groot. Dus 1% foutaansluiting op een hemelwaterriool heeft evenveel impact als dat je 50% rioolvreemd water zou hebben. Of dat je elke week met je kindjes leuk de eendjes gaat voeren. Dus dat zet de dingen wel een beetje in zijn context. De volgende vraag gaat verder door over dat rioolvreemde water waar ik het al over had. En de vraag daarvan is, waar heeft rioolvreemd water nou de meeste invloed op? Is dat de vuilemissie uit de riolering? Is dat de vuilemissie uit de zuivering, enterpike? Of is dat eigenlijk om het even? Dus heeft rioolvreemd water bijna evenveel invloed op de vuilemissie uit de riolering als uit de zuivering? Wat denken jullie? Kijk, daar ontstaat ook weer een gespreid beeld. En daar is de onderbuik hard aan het werk. Er is wat aan gerekend en gezuiverd. En het antwoord is B, dat het meeste invloed heeft op de vuilemissie uit de RWZI. Dat rioolvreemde water dat kan op zich hydraulisch best door de riolering afgevoerd worden naar de zuivering. Maar al die koeps redelijk schoon regenwater of schoon grondwater, die gaan vuiler de zuivering uit als dat ze erin kwamen. En dus levert het op jaarbasis enorm veel meer vuilvracht op. En heeft dus ook heel veel invloed op die vuilemissie op jaarbasis gezien. Dus dat was antwoord B. En de laatste vraag die ik voor jullie heb is ook weer zo'n weetje van hoe een beetje een gevoel te krijgen voor verhoudingen en wat zijn nou de effecten. Wat heeft meer invloed op de vuilemissie van een rioolwaterzuivering? Is dat door afkoppelen 1 kuub minder regenwater laten afvoeren naar de zuivering? Is dat 1 kuub minder riool vreemd water laten afvoeren naar de zuivering, of is dat ongeveer gelijk? Dus is het effect van afkoppelen vergelijkbaar aan het effect van rioolvreemd water? En die ene kuub is dan 1 kuub per uur, neem ik aan.
Wouter Stapel die heeft deze vragen beantwoord en die zal straks ook in het panel te zien zijn. Dus dan kunnen we met hem ook hier nog even op terugblikken. Ook weer een gedeeld beeld. Het antwoord hierop is ook antwoord C. Er is wat aan gerekend. Qua vuilvracht heeft dat dezelfde invloed. Alleen procentueel ligt het weer wat anders. Dus degene die hemelwater afkoppelen door afkoppelen hebben aangeklikt, die hebben enigszins ook wel een beetje gelijk. Maar er zit wat nuance in en ik ga daarover doorpraten. Hartelijk dank allemaal daarvoor. En ik wil graag nu de panelleden verwelkomen voor het gesprek over deze feitjes en cijfers en de context waar we het over hebben. En allereerst wil ik Wouter Stapel welkom heten. Wouter is senior adviseur bij Royal Haskoning DFV. En ik wacht eventjes tot de panelleden weer in beeld komen. Dan kunnen jullie ook zien wie ik introduceer aan jullie. Dat zal vast wel komen. Ik ga toch eventjes door gezien de tijd. Nou, Wouter die heeft dus ook deze Mentimeter vragen voorbereid. Ik ken Wouter al heel lang. Vanuit mijn eigen tijd ook bij Royal Haskoning DFV. Het is een man die out of the box denkt. En niet te zeer langs gebaande wegen gaat. Hij weet altijd dingen in een ander perspectief te plaatsen. Waardoor je er weer eens verfrissend tegenaan kijkt. En hij heeft ook een aantal columns geschreven in het vakblad Riolering, die ook zeg maar, op deze manier, zoals deze Mentimeter vragen, je steeds weer prikkelen van ja, hoe zit het echte plaatje nou werkelijk in elkaar. Dus heel fijn dat hij vandaag aanwezig is en ons mee kan nemen in zijn brede blik. Daarnaast hebben we Bert Palsma in ons midden. Bert is programmacoördinator bij de STOA. En is al heel wat jaren daarbij betrokken bij alle onderzoeken die vanuit de STOA lopen. En heeft daardoor ook een hele brede blik op het vakgebied, zowel uit het verleden als ook richting toekomst. En tot slot ook Wijnand Turkestein. Wijnand is beleidsadviseur waterketen bij het waterschap AMA's. Ook Wijnand is lid van het regieteam van afvalwaterprognoses, dus ook al langere tijd bezig met dit onderwerp en is al, heeft al lang werkzaam in de afvalwaterketen. Dus dat wordt interessant. Ik zit toch even te kijken naar de techniek of we alle panelleden weer in beeld kunnen krijgen, want dat praat wel even wat makkelijker. Ja, kijk, daar zijn we met elkaar. Heel goed. Bert, zoals ik al zei, jij loopt al even mee in het vakwereldje en in de waterketen. Hoe kijk jij nu aan tegen de waterketen, het belang van prognostiseren in zijn bredere context? Hè? En het voorspellen ook van wat die afvalwaterketen voor een impact heeft op zijn watersysteem. Het antwoord is voor een deel in het vorige blokje ook al gegeven. Er is heel veel veranderd in onze opgave, kaderrichtlijn water, onze klimaatambities, circulariteit, microverontreinigingen, medicijnresten uit afvalwater halen. En waar we vroeger redelijk losjes aan de wind konden zeilen en er let ook niemand zo scherp op de kosten. Kan dat eigenlijk niet meer? En dan zijn we, is de techniek op de zuivering zelf heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En de blik naar het oppervlaktewater is steeds scherper geworden. Maar eigenlijk is het verhaal van die prognoses, richt je blik als zuiveraar ook naar de inkomende kant, naar de riolering. Want je kunt scherper ontwerpen, scherper aan de wind zeilen als je weet wat er op je afkomt, of je erop kan sturen. Of je stuureffect heeft, enzovoort, enzovoort. En zelfs als je niks met circulariteit, niks met klimaat, niks met medicijnrestenverwijdering te maken hebt op jouw zuivering, dan nog steeds is kostenbeheersing
en weten wat je voor je kiezen krijgt, nu en morgen, uiterst effectief. Ja, dus dat element is van alle tijden en dat zal ook altijd zo blijven. Maar de context die je schetst wordt veel complexer en veel, veel omvattender. Wouter, jij loopt ook al de enige jaren samen of mee in het waterwereldje. Ja, we hebben eigenlijk onze afvalwaterketen ook al aardig op orde, zou je denken, in Nederland. Hoeveel zin heeft het dan nog om over dit onderwerp na te denken in jouw ogen? Gaat het niet, verliezen we niet een beetje de 80-20 regel? Nou, ik denk dat we zelfs met een 95-5 of een 98-2 regel te maken hebben. We hebben het gewoon ontzettend goed op orde. Nou, dat is een luxe positie. Maar dat betekent ook, en dat gaven Bert en daarnet ook Altman ook al aan, daarmee wordt je systeem ook wel kwetsbaarder om het op dat niveau te houden. De laatste paar procenten, om daar goed mee bezig te zijn, die zijn gewoon gevoeliger voor verstoringen. Wat ik verder heb zien bewegen, maar waar we nog een hele slag kunnen maken, van normdenken naar resultaatdenken. We zijn natuurlijk decennia zijn wij druk geweest van, goh, dit is de norm, maak je sommetje, toon daarmee aan dat je voldoet en je hoeft niet meer na te denken. Nou, dat is duidelijk aan het bewegen, maar ik denk dat er nog zeker een rationaliseringsslag mogelijk is. En ja, ook die Mentimeter vragen van daarnet, waarvan de antwoorden, daarvoor moet je sommetjes maken. Ja. En we zijn niet, en we mogen vaker van dat soort sommetjes maken en op basis daarvan nuchtere keuzes maken. En dus die onderbuik, die belangrijk is, maar die kan ons ook wel eens misleiden. Ja. En dat moeten we in samenspraak doen met, wat Bert ook schetst, een steeds complexere wereld. We hebben met steeds meer partijen en processen te maken. En dat heeft te maken met klimaat en circulariteit, maar ook met al die partijen die ergens wat over te zeggen hebben. Ja. Ja. En speelt daar nou ook een beetje mee dat soms het ook helemaal niet zo uitkomt in bepaalde redeneringen dat we die feiten blootleggen, zeg maar. Zoals met rioolvreemd water of met die eendjes. Soms zijn ook de feiten niet altijd even comfortabel om je idee, zeg maar, te onderbouwen. Hè? Nou, inderdaad, ik denk voor een heel deel komt het ook doordat die feiten gewoon onbekend zijn. Nou, en dan kan je er niet eens comfortabel of oncomfortabel bij voelen. Maar wat je ook wel ziet, is dat waar we vroeger, zegt een oude man, gewoon een paar duidelijke knoppen hadden waar we aan konden draaien. Hè, berging in de regulering, een pompcapaciteit en je kiest voor je zuivering ook wat concepten. Komen daar nu andere factoren bij waar we minder makkelijk aankomen. Wij kunnen niet als organisaties zeggen, oké, wij gaan even dat rioolvreemd water reduceren. Of we gaan de lozingen naar het oppervlaktewater, daar gaan we volledige regie over voeren. Dan moeten we bij elke vijver gaan staan van wie is daar eentjes aan het voeren. Ja, ja. En zo zie je dus dat wij, als je daar gaat rekenen, dan is een kilo brood voeren, dat is een kilo CZV-emissie naar het oppervlaktewater. Mm-hmm. Als wij met traditionele maatregelen die kilo CZV-emissie weer willen terugdraaien, dan kost dat, afhankelijk van wat we doen, duizenden of nog veel meer euro's. Dus aan de ene kant geven we een vermogen uit per kilo CZV-reductie. Ja. Aan de andere kant laten we het gewoon lopen doordat er eentjes worden gevoerd, doordat een overstortdrempel te laag is en daar water het riool in stroomt. Ja. En die inzichten zijn belangrijk, maar het is ook best een gedoe als je daar wat mee moet gaan doen. En daar hebben we elkaar bij nodig. Ja. Ja. En Emiel, daar kan ik dan wel bij aansluiten. Ja. Dus ik zie vanuit mijn, ik zit meer vanuit de vakinhoudelijke kant naar die afwaterketen te kijken. En je ziet de opgaven veranderen in de afgelopen jaren. Hè? Dus er komen steeds meer opgaven.
En je krijgt dus die afstemming tussen enerzijds de zuivering, en dan dus de ontvangende partij en de aanvoerkant vanuit de regulering, de bewoners, de bedrijven. En daar meer zicht op krijgen van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dat inzicht ook gebruiken om het onderbuikgevoel of de sommetjes waar Wouter het over heeft ook daadwerkelijk een plek te kunnen geven. Dus wat ik zie aan verschuivingen is dat we van de theoretische basis waar we vandaan kwamen, die nog steeds super belangrijk is, hè, om op hoofdlijnen te begrijpen wat er gebeurt, om dat te combineren met wat gebeurt er daadwerkelijk in de praktijk, zitten er misschien nog ergens problemen aan de kant van de regulering. Ja, en dat stukje interactie met de zuivering wordt gewoon steeds relevanter. Ja, ja. Even kijken, ik zie ook wat vragen in de chat langskomen. Kees, kan jij die met ons delen? Ja, heel goed. Ja. Even kijken, Alice Vermont vraagt, bij prognoses denkt vooral aan lange termijn prognoses. Hoeveel afvalwater over 10 jaar verwacht? En dat er op dat vlak nog wel wat te verbeteren is. Daar zijn ze ook in de drinkwaterwereld mee bezig. Kijken we daar ook naar? Wie wil er een fouten? Kan je daarop reageren? Ja, nou inderdaad. Je moet beide doen. Als je je vertrekpunt niet kent, de huidige situatie, dan kan die voorspelling ook nooit wat voorstellen. Als ik even kort door de bocht zeg. Maar die blik op de toekomst is zeker heel belangrijk. En als, dat is misschien wat, wat onderbelicht in wat we net bespraken. Ja. Ja. Maar het is het totale beeld van prognoses, denk ik ook. Van het gaat zowel over die lange termijn als dat we eigenlijk nu constateren ook voor de middellange en korte termijn. Om meer grip te krijgen. Wat doet de zuivering nu? Wat krijgen we voor onze kiezen? Hoe moeten we het systeem ook sturen? Ik zie daar ook nog een vraag in de chat over meten en monitoren, hè, Kees? Ja, nog een andere vraag van Stefan. Ik denk dat naar aanleiding ook van de opmerking van Wouter is dat we het 98% hartstikke goed doen. En het is wel ook mijn eigen beeld hoor. Van we weten ook nog wel een heleboel dingen niet. Toch nog wel, we verlaten net het tijdperk, of ja, we zitten nog in het tijdperk dat we nog wel heel veel kengetallen voor van alles nog wat gebruiken. En daarnaast dat we wel heel veel dingen niet weten hoe het allemaal precies erbij ligt of functioneert. Ja, ik ben blij dat het goed, Stefan. Ja, zeker. Als het gaat om het hydraulische functioneren. Ik bedoel, er zijn natuurlijk afgelopen 10 jaar op redelijk veel plekken monitoringnetwerken neergelegd. Maar volgens mij hebben we zeker nog geen complete beelden. Laat staan waar de infrastructuur überhaupt ligt. Daar hebben we vaak ook, volgens mij hebben alle waterschappen, maar ook gemeenten er last van. De systemen zijn wat dat betreft niet op orde. Maar ik hoorde in de blok hiervoor ook wat optimistische geluiden over alles wat we kunnen meten. Nou, we zijn al jaren bezig om van alles ook in de voorkant te meten. CZV, drugs, noem maar op. Nou, dat is ontzettend lastig. Ondanks alle beloften die ik elke keer weer hoor over hele goedkope sensors die van alles kunnen meten. Het is ontzettend weerbarstig. Er zou een slimme neus zijn voor drugs. Nou, die hebben we echt nog niet. Die is er voorlopig ook niet. En als je het neerhangt, dan is het binnen de kortste tijd of weggespoeld of gecorrodeerd. Dus ja, ik wil even een wat kritisch geluid laten horen. Van, er is nog zoveel, er worden vaak veel dingen beloofd of gezegd van het is er bijna. Maar als je er zelf mee bezig bent, dan merk je dat het ontzettend weerbarstig is. En dat het allemaal behoorlijk ingewikkeld is. Zelfs de simpele parameters meten in het influent of wat meer terug in de keten. Ook internationaal, dat is ontzettend lastig. Ja. Dus dat is even een kanttekening. Ik denk dat er nog heel veel te winnen is. Nou, en ik heb nog wat andere dingen, fout, aansluitingen. Nou, laat staan dat je dat momentaal zou weten. Misschien even een reactie op. Is dat ook een item waar binnen SOA de focus op ligt om ook dat stukje innovatie op meten, zeg maar, van de grond te krijgen? Ja, we zijn sensorisch meten is een van de projecten die we vorig jaar al gestart zijn. En Stefan heeft 100% gelijk als daar nog veel haakjes en ruwe dingen aan zitten, alsjeblieft. Tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld anomalieën wilt bekijken voor rare industriële lozingen of lozingen uit drugslabs, maar ook vanuit industrie die in principe wel een vergunning heeft, maar iets raars in zijn proces aan het doen is, daar is echt sensoren en AI
die continu patronen in de gaten houdt, is daar wel wat meer van te zeggen dan niks. Het is ook een beetje, als je zoiets wil versnellen, je begint in het hoge segment met dure sensoren en AI die nog ontwikkeld moeten worden. Het is ook een beetje een vliegwiel wat op gang zou moeten komen. En hoe belangrijk vinden we het met z'n allen? Ja. Ja. En misschien daarop aanhakend, hè? Ik vind de vraag van Stefan interessant. We zien dat verschillende waterschappen bijvoorbeeld analyses opstellen voor rioolvreemd water. En die kennis die willen we in dit proces wel meer gaan combineren. Dus als je daar nog gedachten of ideeën bij hebt, dan ben je van harte welkom. Meld je aan bij mij, dan neem ik het prima. Ja. Misschien en over dat hele meten en monitoren en die digitalisering wil ik het hierna over hebben in het volgende blok. Wederom was het weer erg kort, Wouter, Bert en Wijnand. Maar dank voor jullie inbreng hierbij. En ik hoop ook dat we daarmee weer een stukje bewustwording hebben gekweekt met elkaar. Want ik wil nu overstappen weer naar het volgende blokje van deze webinar, waarbij we ook met name naar die toekomst gaan kijken. Want het belang neemt toe. We hebben ook al horen geconstateerd dat die circulaire economie, verwijdering medicijnresten, al die ontwikkelingen die komen flink op ons af. Maar we krijgen ook steeds meer mogelijkheden als het gaat over data science en de beschikbaarheid van data. Om ook die toekomst beter te voorspellen. Is nog een wereld te winnen, zoals we ook net hebben gediscussieerd. Maar we gaan er ook over doorpraten. En voordat we dat ook weer doen, ook hierbij weer een tweetal vraagjes ter inleiding op dit blokje gesprek. De eerste Mentimeter-vraag is, data science is er komt. Maar als we het kijken naar de afvalwaterhoeveelheden en de vuilvrachten, meten we nou voldoende? Of zouden we meer moeten weten? Of zouden we juist meer moeten doen met wat we al meten? Dat kan ook. Of zeg je van we moeten gewoon doorgaan zoals we het nu doen. Dat gaat eigenlijk best wel prima. Dus ik ben heel benieuwd waar jullie gedachten naar gaan. Het verbaast me eerlijk gezegd, gezien ook het voorgaande, niet helemaal dat er niemand is die zegt we moeten minder gaan meten. En er is zelfs ook niemand die zegt van we moeten doorgaan met hoe we het nu doen. Dus dat is in die zin wel een hele dominante stem die gehoord wordt. We moeten meer gaan meten en we moeten er ook meer mee gaan doen. Hè? Want alleen meten, dat levert nog geen informatie. Heel goed. Dan de volgende vraag. En dat is ook wel interessant. Ik weet niet hoeveel organisaties vertegenwoordigd zijn vandaag. Dat zullen we zien. De vraag is, hoe kijk jij tegen je eigen organisatie aan? En is die wel in staat, organisatorisch, qua kennis en kunde, om met die data science aan de slag te gaan? En om daar echt wat mee, concreet mee te gaan doen? Zeg je volmondig ja? Zeg je nee, dat is bij ons nog helemaal niet in huis en daar kunnen we nog niks mee? Of er wordt hard aan gewerkt, maar we hebben er nog niet? Of weet je het niet? Kijk, je ziet toch wel dat daar of hard aan gewerkt wordt of een aantal organisaties al flink mee bezig zijn. Maar er is ook nog een aantal mensen die dat niet weten. Het is in ieder geval wel een onderwerp wat dus sterk in ontwikkeling is. Is ook niet zo bijzonder, want het is natuurlijk ook een heel nieuw vakgebied. En daarom ga ik daar nu over in gesprek met een aantal panelleden die misschien ook wel koploper zijn op dit vlak. En dat doe ik onder andere met Mark Lamers. Mark Lamers werkt bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij is beleidsadviseur afvalwaterketen, maar is ook heel nauw betrokken bij de Community of Practice afvalwaterprognoses. En is ook met andere partijen in de waterketen al bezig om met deze data zaken stappen te zetten om die prognosering te verbeteren. Verder ook aanwezig Gert van der Gooi. Fijn dat je bent, Gert. Gert is Chief Digital Officer bij een hoogheemraadschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik denk niet dat er veel mensen zijn met zo'n mooie titel als jij die hebt.
Voordat hij deze functie bekleedde, was hij ook directeur bij Rijnland voor de afvalwaterketen. Dus hij heeft ook met dat bijltje moeten hakken van het omgaan met onzekerheden. Dus is in die zin ook zeer ingewijd in dit onderwerp. En tot slot, en daar ben ik ook heel blij mee, is Vincent de Man aanwezig. Vincent werkt bij Dunea, het drinkwaterbedrijf in Zoetermeer. Daar werkt hij als enterprise architect. En ik ken Vincent vanuit een toekomstige strategische verkenning die Rijnland en Dunea samen hebben gedaan. Waarbij ik ook heb gemerkt dat Vincent een zeer vooruitziende blik heeft over wat data gaat betekenen, wat we ermee kunnen. Maar ook de meerwaarde die het kan hebben om de drinkwatersector en de waterschapssector mee met elkaar te laten doen. Dus welkom. Fijn dat jullie bereid en konden om hierin mee te denken. En mijn eerste vraag is ook aan Vincent, ook omdat ik het zo leuk vind omdat de drinkwatersector nu ook in ons midden is. Van, kan je uitleggen hoe Dunea bezig is met het voorspellen van het drinkwaterverbruik? Zowel op de lange termijn als wellicht ook op de korte termijn. Ja, het is goed dat je dan dat zegt, want het speelt inderdaad op de korte termijn. Uiteindelijk drinkwater, het produceren van drinkwater is toch, is echt gewoon, natuurlijk gewoon een fabriek. We nemen grondstoffen in, in dit geval ruw water, in ons geval oppervlaktewater. Nou, dat gaat de duinen in en vervolgens loopt een heel proces door en komt het eruit. In dat proces heb je al heel veel data nodig om dat te optimaliseren. Vervolgens heb je natuurlijk ook nog, ben je afhankelijk van de afzet. Je wil die druk op die leiding natuurlijk gelijk houden. Dus je bent veel aan het doen met prognoses. Je houdt rekening met het weer, met vakanties, met piekmomenten. Dus daar zit best wel wat ontwikkeling om die fabriek en de productie af te stemmen op wat nu uiteindelijk nodig is. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de lange termijn prognose. We zien dat het waterverbruik eigenlijk al redelijk stabiel is door de jaren heen. Dus het waterverbruik per persoon bijvoorbeeld. Wat we wel zien is een enorme bevolkingsgroei hier in onze regio, Den Haag, Leiden. Aan de andere kant zien we dat de hoeveelheid ruwwater die we binnenkrijgen afneemt. Toenemende droogte. Het watersysteem, wat er inderdaad op ingericht is om dat water snel af te voeren bij pieken en dergelijke. Dus daar zien we wel als wij op basis van deze prognoses op deze manier doorgaan, dan moeten we zo ontzettend veel gaan investeren. Dan moeten we, vandaar dat we echt heel erg aan het kijken zijn naar hoe kunnen we dat waterverbruik aanpakken. Hoe kunnen we zorgen dat het, en dan heb je het over grijs water, zwart water. En ik denk dat als je daar verder in gaat, dat je water meer lokaal gaat opslaan. In huizen, rond huizen, bedrijven. En dat gaat wel een impact hebben ook op je, op riool, afvalwater. Ja. Want dan kan het meteen betekenen dat het om veel minder water gaat opeens. Ja. Dat betekent, hoe ga je dan met je riool en afvalwater om? Dus daar zijn we mee bezig. Ja, heel goed. Ja, en mooi dat je dat bruggetje ook inderdaad al meteen richting het afvalwater maakt. Want daar zie je inderdaad wel de afhankelijkheid van die twee sectoren. Hè? Wat jullie aan drinkwater afzetten, dat wordt uiteindelijk afvalwater in de waterschapssector. Mark, hoe verhoudt dat zich met hoe waterschappen daarmee omgaan? En die prognose hierin, in hoeverre wordt er al samengewerkt met drinkwaterbedrijven om dat te voorspellen? Nou, drinkwaterverbruik zijn hele belangrijke getallen die wij voor de afvalwaterketen natuurlijk goed kunnen gebruiken. En het valt me op dat er eigenlijk toch nog best niet zo, het zijn niet zo heel veel waterschappen die getallen ook krijgen van de drinkwaterbedrijven. En we zijn ook vanuit de pijlen, vanuit de COP bezig om dat voor alle waterschappen een landelijk bestand te organiseren. En wat Vincent net ook vertelde, drinkwater prognoseren bij waterbedrijven gaat toch wel anders. Het is korte termijn, kijk je echt naar voren van wat staat er morgen te gebeuren, hoe houden we druk op de leidingen, hoe kunnen we blijven leveren bij een voetbalwedstrijd of bij enorme warmte. En afvalwater is het toch wat makkelijker, omdat we in het stelsel berging hebben. Dus we wat groffer systeem hebben. Voor de lange termijn overigens is het wel weer hetzelfde. Want dan kijken we ook gewoon naar demografische ontwikkelingen en waar er gebouwd wordt. En de vraag is natuurlijk, waarom doet een drinkwaterbedrijf dat? Waarom doet de gemeente dat? En waarom doet de waterschap dat allemaal apart? Ja. We kunnen natuurlijk veel
doelmatiger met elkaar gaan doen. Ja, ja, ja. Nou goed, daarnaast, ook al is het weerbarstig, hebben we net gehoord, wordt er wel steeds ook meer gemeten en ook meer gedaan met die data. In het programma willen we ook kijken wat we met die data kunnen. Wat zijn daarin de ontwikkelingen, Mark? Kan je ons daarin een stukje meenemen in welke richting wordt gedacht, zeg maar, om ook data te koppelen en zo? Ja, misschien een leuke ontwikkeling om wat over te vertellen is een pilot met Waternet en het CBS. Waarbij we middels data virtualisatie als daar een data lake of een data warehouse willen maken waar we alles bij elkaar brengen. En om dan op één plek met de best en nauwkeurigste data prognoses te maken. Dus dan weer voor de korte termijn of al nowcasten of voor de lange termijn. Ja, en zo'n data virtualisatie, dat is eigenlijk, je bouwt een warehouse met alle data bij elkaar, maar werkelijk staat die data niet bij elkaar. Dus het is het verbinden van alle bronnen. Dat is denk ik wel een hele mooie ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn. Dat is ook een basis om dan weer verder met verschillende data science projecten aan de slag te gaan. Ja. Machine learning. Ja. Ja. Hoe kijk jij daar als waterschapper tegenaan, Gert? Tegen dat soort data lakes en het delen van data en die samenwerking? Want jullie zitten ook stevig in die samenwerking, hè? Zowel met de gemeenten, want jullie zijn ook bezig met zo'n dataportaal inrichten, als ook met Dunea. Hoe zie jij die toekomst? Ja, dat sluit wel mooi aan met wat hiervoor gezegd werd door Vincent en Mark. Ik kijk daar wat verder vooruit, hè, als digital officer. Ja. Van, ik denk dat we, nou, dat zie je nu eigenlijk al gebeuren. Dataportalen zijn inderdaad een mooi voorbeeld van het delen van data met binnen de partners van de waterketen. Daardoor krijg je veel meer informatie. En het werd in de vorige sessie wel gezegd, het is nog best wel lastig om te meten. Dat klopt. Ja, op termijn zijn heel veel assets voorzien van sensoren en die gaan we dan ook samen delen. De gemeente en het waterschap over de zuivering en de riolering. En op termijn waarschijnlijk ook met de drinkwaterbedrijven. Waardoor je eigenlijk uiteindelijk via zo'n dataportaal, dus dat je bij elkaar kan kijken en data kan gebruiken en je eigen processen kan verbeteren. Dat je eigenlijk ook samen gaat sturen en ook samen waarschijnlijk gaat prognotiseren. Dus ik zie daar een enorme kans. Enerzijds omdat het makkelijker kan technisch gezien. Hè, ook net werd gezegd, maar die data lake of data warehouse. Maar anderzijds omdat ook veel meer data gaan genereren met elkaar. Mm. Ja. Ja, en over dat genereren van data is ook die opkomst van die slimme watermeter natuurlijk een interessante. Want dat gaat ook heel veel meer data opleveren qua levering van water. Wat zijn de ideeën van dat soort technologieën, Vincent? Ja, ik denk dat die slimme meter echt een enorme boost kan betekenen voor je datavergaring, voor inzichten eigenlijk in het waterverbruik en wat we daar... Wat we daar nog aan nieuwe trends en ontwikkelingen kunnen zien. In Vlaanderen hebben ze nu wettelijk is er een wet gekomen dat in 2030 alle huizen voorzien moeten zijn van een slimme watermeter. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo'n vlucht gaat krijgen, maar we zijn er in ieder geval wel mee aan het werk. Het is nu nog de zakelijke gebruikers die daar eigenlijk al om vroegen. Die we nu meer inzicht kunnen bieden in hun waterverbruik. Maar hier zitten enorme kansen in. En dit is zo'n slim water is natuurlijk maar één van de sensoren uiteindelijk. En al die sensoren wil je ook weer aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld Den Haag is nu bezig om eigenlijk een digital twin van hun stad te gaan maken. Waarbij ze eigenlijk al die sensoren in één netwerk willen gaan koppelen. Waardoor ze inzicht krijgen wat gebeurt er nou in die stad. En hoe hangt alles met elkaar samen. Want als ik één ding geleerd heb. Dat kwam ook bij Waterbedrijf van de Toekomst mooi naar voren. Is dat data verbindt. Je kunt heel lang over processen gaan hebben. Over procedures. Maar als je die data induikt. Dan wordt het opeens concreet. En dan heb je het samen over die watermeter. En dan heb je het samen over gegevens die eruit komen. Dus dat data verbindt vind ik een hele krachtige reden om ermee aan de slag te zijn. Ja. Kees, ik zie ook wat dingen in de chat langskomen. Wat kan je daaruit ophalen? Ja, het is natuurlijk een hele mooie toekomst die geschetst wordt. Zeker met het data verbinden. Met het waterverbruik van huishoudens en andere gegevens. Maar dan ook de opmerking van is de privacyregelgeving dan niet een belemmering? Om al die gegevens te koppelen en te ontsluiten.
Nou, dat is een terechte vraag. Hè? Dat, mag ik de antwoorden, Emiel? Ja, graag. Ja. Toen ik het uitlegde, had ik het nog niet zozeer over zeg maar data op individueel niveau. Maar je kunt wel zeg maar wijkniveau of rioleringsgebiedniveau of misschien wel straatniveau. Dan kom je al tegen de grens aan, denk ik. Maar laten we maar eens beginnen met bepaalde gebieden in de stad. Dat zie je nu eigenlijk ook al gebeuren met corona. Hè. Dan meet je het aan het eindgemaal van het... Maar straks gaan we misschien ook wel rioolgemalen meten. Dat je wat meer kan specificeren. En naar mijn mening kom je dan nog niet tegen de grenzen aan van de privacy. Maar dat is een volkomen terechte vraag. En de hele informatiebeveiliging, privacy en ethische kant, die moet ook meegroeien met de inzet van digitale transformerende zaken. Ja, Vincent, want jullie zijn als drinkwaterbedrijf ook een heel, heel gevoelig bedrijf. Hè? Ook een hoog beveiligingsniveau. Hoe reageer jij op zo'n vraag als beveiliging en privacy en dat soort dingen? Wat er nu natuurlijk in het nieuws is bij de GGD bijvoorbeeld, wat daar gebeurt met eigenlijk niet goed afgeschermde gegevens. Ik denk, ja, de kern van informatiebeveiliging is nu focus je op data. We hebben nog heel erg de neiging om op applicaties te richten, om er hekjes omheen te zetten en dan binnen die applicatie komt het wel goed. Nou ja, te zien data gaat, komt naar binnen, data gaat naar buiten, we willen data met elkaar delen. Nou, focus je dan ook op dat je grip houdt op die data, zorg dat je je rechten op die data zet en zorg dat je je maatregelen qua security ook afstemt op die data. Bijvoorbeeld privacy. Nou, niet iedereen heeft al die privacygevoelige gegevens nodig. Nou, zorg dan ook dat ze er niet bij kunnen. Dus ja, het gaat heel erg om focus je op data als het gaat om security. Ja, ik zie ook wel dat heel veel partijen, waterbedrijven, adviesbureaus, schappen, individueel bezig zijn om ook applicaties te ontwikkelen om met die data van alles te doen, hè, en om daar de slimme dingen mee te doen. We hebben ook een huis als het waterschapshuis in de waterschapswereld die daar ook een centrale rol in speelt. Als je dit soort ontwikkelingen ook ziet, hè, van die data lakes en het ontwikkelen van applicaties, hoe kijk jij, Gert, dan tegen ook de rol van het waterschapshuis aan in deze hele ontwikkeling? Nou, die is, als je terugkijkt de afgelopen jaren, dan zie je dat de digitale transformatie het waterschapshuis veel centraler heeft geplaatst voor de waterschappen. En dat is eigenlijk best wel logisch. Er is zoveel tegelijk mogelijk dat je kan als individueel waterschap kan je niet eigenlijk het wiel zelf weer gaan uitvinden, wat we vroeger wel deden. Een tijdje terug overigens. En je ziet ook dat waterschappen elkaar opzoeken om innovaties te delen. Dus eentje test het en de andere kijken gelijk mee, zodat je het allemaal tegelijk kan invoeren. En daar zie je een centrale rol gepakt worden door het waterschapshuis. Ze hebben ook het innovatieplatform gestimuleerd. En het waterschapshuis is ook bijvoorbeeld bezig met leerlijnen voor digitale transformatie. Gewoon voor alle waterschappen tegelijk. We hebben een data science programma opgezet. Dus ze pakken een veel centrale rol dan ze in de oude tijd hadden met ICT-projecten. Ik weet niet of ze daar recht mee doen of onrecht mee doen. Maar ik vind ze erg gegroeid en zeer belangrijk daarin geworden. Nou, oké, heel goed. Ik denk dat dit een ook zo'n onderwerp is waar de sky ook wel weer de limit wellicht is. Er is veel bezig, maar ook veel weerbarstig. Maar wel goed om te zien dat we die ontwikkelingen hebben. Dit is ook wel iets om in het programma verder ook vorm te geven. Ook hier eigenlijk... Het begint een beetje saai te worden, maar ook hier moeten we alweer een punt zetten achter het mooie gesprek. Dank jullie wel, Mark, Gert en Vincent, voor jullie bijdrage aan de beschouwing rondom dit veel poppige thema. Dan moeten we alweer overgaan tot het laatste blokje van deze middag. En dat gaat over de afvalwaterprognose en de community of practice daarover. Want het is al eventjes aan de orde geweest. We hebben een programma lopen om deze ontwikkelingen, waar we het net over hadden gehad, die data science, maar ook verder daarvoor, om dat verder te ontwikkelen. En voordat we daar verder over doorgaan, ben ik wel benieuwd in hoeverre jullie al als luisteraars kennis hebben van die community. Dus eventjes weer een peilingje via de Mentimeter van in hoeverre zijn jullie al bekend met de community of practice?
Had je er voor deze sessie nog nooit van gehoord? Heb je er wel eens wat van gehoord en heb je er wel eens horen luiden, maar weet je eigenlijk niet goed wat het inhoudt? Ben je er goed bekend mee en volg je actief de ontwikkelingen of zit je er eigenlijk al zelf middenin en ben je actief lid? Kijk, dat is een mooi gemêleerd beeld. En ik zie ook dat we een aantal mensen in ons midden hebben die voorheen nog niet van dit programma wisten. Dus dat is helemaal mooi dat we dat ook onder de aandacht kunnen brengen. En ook gaaf dat jullie wel interesse hebben in dit onderwerp. Heel goed, en het laatste vraag is een wordle, woordenwolk, waarin je ook kan aangeven wat je verwachtingen zijn van de community. Die vraag laten we gewoon eventjes openstaan, dus die mag je ook later invullen gaande het gesprek. Het resultaat van deze vraag die pakken we straks aan het einde van het programma terug. Dus qua beeld kunnen we weer overgaan tot onze panelleden. Want in het laatste blokje schuiven naast Kees Broks, die jullie al hebben zien als co-host, maar die ook diep in het hele community of practice zit als coördinator van het hele programma. Welkom Kees, fijn dat je er bent. Aangeschoven is ook Anneke Spijker. Anneke werkt bij het Waterschapshuis. We hoorden Gert net al ook het belang van het Waterschapshuis aangeven. En tot slot is ook Mark Lamens nog steeds in ons midden. Want Mark die weet niet alleen veel over dit plan, maar zonder Mark was misschien de hele community of practice niet van de grond gekomen. Dus misschien is het ook wel leuk, Mark, om even uit te leggen hoe dit hele programma nu van de grond is gekomen. Wat een eer. Het zal vast ook zonder mij van de grond zijn gekomen, want er is best een hele behoefte. Maar hoe het een beetje is gegaan, is dat ik zit ook in de programmacommissie van de waterketen van STOA. En daar heb ik een keer een presentatie gegeven over een tool die wij bij Hollands Noordkwartier hebben ontwikkeld, Geodien, om prognoses te maken. Die worden laten zien en ook eens om dat verder met elkaar verder te gaan ontwikkelen. En na de presentatie sloeg Bert alsmaar een beetje op hol. Want die vond het toch een heel belangrijk onderwerp, prognostiseren. En dat er wellicht wat weinig aandacht voor was. Hij zag dat veel waterschappen daar verschillend mee omgaan. Zowel verschil met de brongegevens, denk aan de hoeveelheid geproduceerd afvalwater. Eén waterschap rekent met 150 liter, andere met 120. Eén die rekent in 12 uur dat het geproduceerd wordt, de andere in 10. Nou, dat zijn ook best essentiële dingen die je in het begin van je berekening onder zijn, waardoor je aan het eind van je berekening op een zuiveringkring een hele andere getallen krijgt. Ja. En wat Bert dan stoort is dat als je het gaat hebben over nabehandelen van afvalwater, medicijnresten of dergelijke, dan praat je over zulke enorme investeringen, dat je dan wel echt moet weten over hoeveel water je het dan hebt, DWA afvoer. Nou, dus met die enthousiasme van Bert dachten we van misschien moeten we dit eens gaan peilen bij de andere waterschappen. Toen hebben we een themadag georganiseerd, daar was Kees ook bij. De themadag afvalwaterprognose en dat was in november 2018. En er zijn toen iets van 16 waterschappen op afgekomen. En ja, er kwam een hele hoop energie uit vrij. Je zag dat de waterschappen doen het op verschillende manieren. Iedereen die wou van elkaar leren. In ieder geval hadden wij het gevoel van hier moeten we mee verder gaan. En tegelijk op dat moment was ook het Waterschapshuis bezig met een project of een business case. Afvalwaterprognoses. Ook wel bekend als opvolging RioCan, al mag ik dat niet zeggen, geloof ik. Maar goed, het ging hetzelfde onderwerp en die hebben we erbij betrokken. Ook bij die eerste themadag. En er zijn nog 6 andere themabijeenkomsten in het totaal gekomen. Maar uiteindelijk is er dus vanuit de business case van het Waterschaphuis en vanuit de STOA, vanuit de programmacommissie Waterketen, geld bij elkaar gestopt en daar is dit hele programma uit voortgekomen. Juist, oké.
Dat is mooi hoe dat is gelopen. Maar het is op zich in zekere mate een bijzonder programma ook. Kees, kan jij daar wat meer over vertellen? Wat deze COP nu bijzonder maakt? Want het is niet het enige COP wat we in Nederland hebben. We kennen er wel meer. Dat is wat Mark al net aangaf. Want het is begonnen met die themadag in 2018. En dat is eigenlijk uitgegroeid door het enthousiasme van die community of practice en die grote betrokkenheid van een heel groot aantal waterschappen. Is dat eigenlijk uitgegroeid en samengekomen tot een gezamenlijk programma met die community of practice en STOA en het waterschapshuis. En het is ook voor het eerst dat STOA en het waterschapshuis op programmaniveau samenwerken. Ik moet eerlijk zeggen, dat geeft ook wel af en toe wat pionierswerk. Want het zijn gewoon twee verschillende organisaties die verschillend georganiseerd zijn. Maar het is ook super interessant om te kijken hoe we op deze manier verder kunnen samenwerken. Het is een programma, een meerjarig programma, wat we dus met 21 waterschappen, dus alle waterschappen samen doen. Dat ging ook niet vanzelf, er was er wat lobbywerk voor nodig, maar dat is heel erg goed geslaagd en we gaan daarmee verder. Super, ja. Nou goed, het waterschapshuis is al een aantal keren genoemd, Anneke. Welkom, wellicht ben jij ook voor een aantal mensen een heel onbekend gezicht nog. Dus misschien is het goed dat je je eventjes voorstelt en dat je ook misschien wat toelicht wat het waterschapshuis is en doet. Ja, ik neem aan dat ik heel onbekend ben, want ik weet helemaal niks van dit vakgebied. Dat is deels een voordeel en deels een nadeel. Maar ik ben Anneke Spijker. Ik werk sinds vorig jaar bij het Waterschapshuis als programmamanager op de primaire processen. En wat mij vandaag opvalt, want ik zal zo even zeggen wat wij doen. Jullie hebben grote mate van onzekerheid. En als dat een klein beetje zekerder wordt, vangen wij het op en zorgen we dat we het kunnen implementeren. En dat is ook... De STOA doet de onderzoeken, die probeert dingen uit. Mijn collega Jonas heeft een programma waar hij ook dingen kan uitproberen. Die doet iets met data science. Op het moment dat blijkt dat die dingen succesvol worden, gaan wij de boringkant doen. Dan vangen wij het op, wij schalen het op en proberen het te implementeren. En dit is de eerste samenwerking met de STOA. Ik vind hem heel plezierig, maar het is wel even zoeken. Welke papierstromen moeten wij allemaal regelen voordat die samenwerking en de middelen echt geëffectueerd kunnen worden? Ja. Maar dat is wat het waterschapshuis doet, is op basis van de vraag van het werkveld, en het heeft een IT of een informatiecomponent, gaan wij kijken hoe we dat beste kunnen opschalen en implementeren. En ik was ook heel blij met de vorige spreker, die zei dat wij steeds verder weggaan van we kopen Oracle licenties en we kopen Microsoft licenties. Wij willen echt dolgraag het primair proces van de waterschappen in samenwerking ondersteunen. Dat is echt onze hoofdtaak. En daar is dit toch wel een redelijk grote poging om dat goed van de grond te krijgen. Ja, 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 ja. Het is ook goed dat jullie dus inderdaad vanaf het begin nu al betrokken zijn. En ook dus al vooraan kunnen meedenken in hoe die tools die ook ontwikkeld gaan worden. Hoe kan je die nu goed onderhouden en beheren en niet blijven. Ja. Hey Kees, kan je uitleggen wat er allemaal nu in het programma gaat gebeuren? Want het is een veelkoppig onderwerp wat we al hebben gemerkt ook in het afgelopen uur. Het heeft heel veel kanten en aspecten. En ik kan me voorstellen dat dat programma ook zoveel kanten en aspecten kent. Volgens mij is daar een mooi schema van. En kan je ons even in een hoofdlijn uitleggen wat er allemaal ontwikkeld gaat worden de komende tijd? Kijk, zo. De microfoon staat nog uit. Ja. Ik heb alles al verteld. Even kijken, hij de schieten. Ja, ja, nog eentje verder. Ja, 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 ja. Het programma is georganiseerd en dat maakt het ook wel bijzonder. Het is echt een bottom-up georganiseerd programma. Er ligt geen opdracht van tevoren vanuit de directies dat er een bepaald product of een bepaald resultaat moet worden opgeleverd. Maar de aansturing centraal is hoe het is georganiseerd, is dat die community of practice, die staat centraal. Dan is die daar nog
rond geregeld. Een kleinere of een bredere kop kerngroep. En een regieteam wat regie voert over het totale programma. Dat is dan het paarse gedeelte. Oh. En dan is het programmaplan georganiseerd in 5 sporen. Het rode draad is eigenlijk het kennis delen en het samen leren en verder ontwikkelen. Dat is spoor 1. In spoor 2 wordt er vooral gefocust op het inventariseren van processen. Van hoe doen we het nu en welke methoden gebruiken we. En door die met elkaar te vergelijken, van elkaar leren en die te verbeteren. Het derde spoor focust op het verbetering van de beschikbaarheid en de kwaliteit van data en wat er allemaal bij komt kijken. Dus onder andere waar we het net over hadden, de privacygevoeligheid. Wat is daar de beperkingen en de regelgeving rond? Maar ook het ontsluiten van drinkwaterhoeveelheden of hoe we aan gegevens van bedrijfslozingen komen. Ja. Al dat soort zaken zijn in verschillende projecten geregeld. Worden uitgezocht. En dan het vierde spoor richt zich op het vernieuwing. Bijvoorbeeld wat al eerder aan bod kwam, allerlei nieuwe doelen van de zuivering, energie, waterfabriek, grondstoffenfabriek, verwijdering van medicijnresten. Daar moeten we wellicht ook iets mee doen in de prognoses. Maar ook toepassing van nieuwe technieken als data science. En wat Anneke net al aangaf, een heel belangrijk spoor is het vijfde spoor in het programma, dat alle producten en data warehouses die worden ontwikkeld, dat die ook uiteindelijk goed terechtkomen, goed beheerd worden en voor alle waterschappen ook beschikbaar blijven. Ja, nou dat is een indrukwekkende wolk van bezigheden die gaat lopen. En wat dat betreft lijkt me het ook een uitdaging om daar goed als regieteam ook sturing op te houden. We zijn natuurlijk allemaal razend benieuwd wat dat ook allemaal gaat opleveren. En misschien zijn we al wel nieuwsgierig wat het tot nu toe heeft opgeleverd. Mark, kan jij al wat melden wat het tot nu toe heeft voortgebracht, zeg maar, deze samenwerking? Want we zijn al even bezig, zoals je aangaf. Ja, we hebben ook, gaf ik ook al aan, 6 bijeenkomsten nu in totaal gehad, met vorige week een digitale bijeenkomst. Maar ik denk dat het toch goed is om even stil te staan bij de softe kant. Want je leert natuurlijk met elkaar van elkaar. En het is ook enorm goed voor je professionele netwerk. Dus niet alleen als het gaat om prognoses, weten elkaar snel te vinden, maar ook op andere thema's. Dat is belangrijk sowieso. Maar concreter is dat we bijvoorbeeld weer met de pilot met het CBS hebben werken we nu aan een landelijk drinkwaterverbruikbestand. En wat we al hebben opgeleverd is dat we een bevolkingsgegevensbestand hebben gekoppeld aan de digitale gebieden, de polygonen van de waterschappen van de zuiveringseenheden. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om te weten hoeveel inwoners je exact binnen je zuiveringseenheid of kring hebt. Voor je prognose is dat belangrijk. Maar achteraf of gaandeweg kwamen we er ook achter dat dit enorm goede input is voor het coronadashboard. Hadden we niet helemaal zien aankomen. Maar ook daarvoor moesten we natuurlijk weten hoeveel mensen lozen afvalwater op een zuivering. Hoeveel deeltjes er naar meetweer. Waar wonen die mensen? Welke gemeente? Welke veiligheidsregio? Dus dat was een leuke bijwinst. Maar ik denk ook dat wel genoemd mag worden is dat er wordt gewerkt aan tools ook. Een leuke is de BGT inlooptool. Nou, we hebben landelijk een BGT bestand. Vlakbestand, landsdekkend. En die kan je ook gebruiken voor het verhard oppervlakte inventarisatie. Dat is een enorm belangrijk ingrediënt weer voor je prognose voor je hemelwatercomponent. Je kan ieder voor zich daarmee een kaart gaan maken. Maar we zijn nu met 21 waterschappen en samen met Rionet maken we een tool die dat dan voor ons doet. En niet als een toverstokje 100% goed, maar het is gewoon samen een mooie start. En als je die kosten deelt, dan is het niet veel. Dus ja, dat vind ik ook wel een mooie super ontwikkeling. Daar worden al grote stappen in gemaakt. En ook grappig om te horen dat het zelfs al impact heeft, zeg maar, op de coronacrisis die we hebben met het coronadashboard van de zuiveringen. Heel mooi.
Ja, Anneke, als je dit helemaal programma ziet, hè, wat is jouw hoop dat dit programma gaat opleveren als totaal? Je microfoon. Sorry. Ja, wat ik hoop is dat wij de goede ondersteuning kunnen bieden zoals HWH die voorstaat voor de komende jaren. En dat wij dus alle producten die uit de kop komen gewoon kunnen delen met alle 21 waterschappen die meegaan. Maar ook dat wij daarvan leren hoe de samenwerking met de STOA goed kan gaan. En met het programma van Jonas, want een deel van jullie zit ook aan de data science kant. Dus ja, wij hebben een andere doelstelling, denk ik, dat jullie willen goede prognoses. Wij willen zorgen dat jullie deze taken hebben, die prognoses kunnen inzien, kunnen delen, en dat die data goed op orde komt. Dat is onze taak daarin. En ik hoop dat dit een succesvolle, dit is niet eens meer een pilot, dat dit echt een succesvolle implementatie wordt. Want daar zijn wij van. Opschalen en gewoon zorgen dat het gebruikt kan worden. Ja. Misschien, Jeroen, ook leuk om eventjes de woordenwolk erbij te pakken, als die al is gaan lopen. Wat de verwachtingen zijn vanuit het publiek. Kijk, dus samenwerken, samen het wiel uitvinden, betere prognoses, bevordering van de samenwerking, uniformiteit, inzicht. Kijk, dat zijn allemaal mooie verwachtingen. En ik denk ook, Kees, als jij deze woorden zo ziet, kunnen we die verwachtingen gaan waarmaken, denk je? Dat is wel de bedoeling om die waar te gaan maken. Ja, ik denk ook van wat ik zie is die samenwerking. En dat kwam ook al eerder in het gesprek naar voren. Dat we ook op een gegeven moment, ik denk dat we wat achterstallig of wat huiswerk hebben. Wat dingen moeten verbeteren in de prognoses. Maar ook daarna het moeten verbreden. Dus duidelijk die verbinding met gemeenten, met waterleidingbedrijven, de koppeling met meten en oppervlaktewater, effect uiteindelijk op het oppervlaktewater, daar die koppeling mee maken. Ja, en is het hele programma, de Mentimeter beeld mag wel weer weg, maar is het programma voldoende bemenst, gevuld? Zijn alle is het programma goed gevuld of zit er nog hiaten? Kunnen we nog versterking gebruiken? Ik zal ze niet alle projecten langs gaan lopen. Nee. Maar ik denk wel dat het handig is. Ja, wat ik al aangaf, het is in een aantal sporen georganiseerd. En hier staan dan de sporen en daarachter is vanuit het regieteam steeds iemand die het aanspreekpunt is per spoor. En binnen die sporen zijn verschillende projecten en een aantal projecten ook die aan de start staan. Dus als iemand hoort van goh, ik ben hier wel heel erg in geïnteresseerd of ik wil daar over meedenken, dan zou je deze mensen kunnen benaderen of mij. Er staat ook mijn mailadres. En meer informatie is ook te vinden op de STOA-site, waar een webpagina rond afvalwaterprognoses is ingericht. Heel mooi, dankjewel. Dat hoef ik dan ook niet meer te vertellen. Dat is heel goed. Ja, dan zijn we aan het eind gekomen alweer van deze sessie. Hartelijk dank allemaal voor jullie inbreng. Zowel mijn panelleden als ook degene die via de chat vragen of opmerkingen hebben geplaatst. Heel fijn. Ik hoop en verwacht dat we in de toekomst meer gaan horen over dit programma. Dus wees erbij, zou ik zeggen, en blijf ons volgen. In de MS Teams omgeving staat zoals gezegd het filmpje van het regieteam. De opname van deze sessie zal daar ook nog een keer terug te kijken zijn. En daar staat ook nog wat meer informatie over het programma. De slides die net getoond werden kun je daar ook terugvinden. Dus als je nog meer informatie wil, kan je dat daar vinden. Dus hartelijk dank voor jullie interesse en deelname. En tot wellicht een volgende keer. En nog ook veel plezier bij de rest van de mooie sessies in dit DoFacts Matter Festival. Bedankt.